me to be truly free. Will you do the same for me? Festival 2018 met het nummer Unconditionally van Katy Perry. Goedenavond allemaal en welkom hier in de Nobel in Leiden. En ja, het stond in de uitnodiging de avond van Leiden. En u zal misschien denken, waarom een specifieke avond voor Leiden? Immers, elke Leidse dag heeft toch ook een Leidse avond. Maar deze Leidse avond is wel iets bijzonderder dan alle andere Leidse avonden zo door het jaar heen. En ik zal u vertellen waarom. We hebben vanavond namelijk een bomvol programma. Naast dat we in een bomvolle zaal met elkaar zitten. En wat is er dan zo bijzonder aan die Leidse avond? En hoe vol is dat programma dan? En wat kan u vanavond allemaal verwachten? Nou, u hoorde zojuist al Anne. En Anne komt later vanavond nog een keer terug. Met een ander nummer waarin zij zingt over dromen. En we hebben ook Fleur Spijker, wethouder duurzame verstedelijking van de gemeente Leiden. En zij zal u meenemen in het project De Duurzaamste Kilometer van Nederland. Maar er is meer. Vorig jaar hadden wij ook een Leidse avond en toen hebben wij een update gekregen van het Singelpark. Afgelopen jaar is daar een heleboel gebeurd. Dus ook dit jaar komt opnieuw het Singelpark met een update. Maar ook qua cultuur krijgt u vanavond voldoende voorgeschoteld. Zo hebben wij de directrice van het Leids Cultuurfonds. En zij zal ons meenemen in het feit waarom cultuur voor onze stad zo belangrijk is. En ja, die cultuur van die Leidse stad die is heel belangrijk. En zij zal daar later ook meer over vertellen. En de cultuur van Leiden, ja, die reikt eigenlijk steeds verder dan de grenzen van Leiden zelf. En wij hebben daarom ook vanavond de gast Casper Vaassen, kunstenaar uit Leiden, maar internationaal bekend. Hij zal ons meenemen in het project Het Cultuurkwartier van de Marktsteeg 10. En, wat we natuurlijk ook vanavond hebben, wij gaan ook vanavond de checks van het Wensenfonds uitreiken. En dit doen wij in een drietal categorieën. En alle genomineerde organisaties zijn er onderverdeeld in één van deze drie categorieën. En dat zijn de categorieën buurt en wijk, cultuur en zorg en sport. Waar we dat vorig jaar aan het eind van de avond deden, dat we een hele rits met wensen hadden, gaan we dat dit jaar iets anders doen. Tussen de programmaonderdelen door, zullen er steeds per categorie de checks worden uitgereikt. Daarover later meer. En waar ik eigenlijk mee wil beginnen, is dat ik de gastheer van vanavond, Erik Versnel, directievoorzitter Rabobank Leiden-Katwijk, op het podium wil vragen om meer te vertellen en kort met ons terug te blikken op de bank in 2018. Erik. Robert, blijf even staan. Dit is Robert Schepers. U heeft net al het jonge talent van Leiden gezien met Anna en er is nog veel meer talent natuurlijk. Maar Robert is een talentvol trouwambtenaar van de gemeente Leiden.
En het leuke is, in zijn vrije tijd is hij accountmanager bedrijven bij de Rabobank. Een groot applaus voor de presentator van vanavond. Nou, ook namens mij van harte welkom op deze klantenavond, op hopelijk uw klantenavond. En misschien is het nog goed om even te testen. Wie van u is allemaal klant bij de Rabobank? Veel handen omhoog, ja, goed zo. Wie van u is allemaal ook lid van de Rabobank? Wat zijn er wat minder? Overigens, voor al die mensen die klant zijn, ik hoop dat u zo enthousiast wordt na vanavond dat het mijn keuze is. Maar als u nog al wel klant bent, nog geen lid, weet dat u met uw bankpasje, met het banknummer en een mobiele telefoon, maar er lopen ook collega's rond vooraan met een iPad, heel makkelijk lid kan worden. En wat is nou het voordeel? Als je lid wordt van de Rabobank, versterk je je binding eigenlijk met ons en wij dus met elkaar. Mag je extra stemmen voor het Wensenfonds. Je kan ook met Rabo Voordeel extra voordelen bij lokale winkeliers krijgen. En heb je ook een mogelijkheid om via de ledenraad je invloed op die leuke en mooie bankkoop te hebben. Dus ik zou u echt adviseren, bent u nog geen lid, ook na deze avond nog meer enthousiasme om lid te worden. Nou, hoe is het dan met die bank? Ik wil graag in een 10 minuten u meenemen met wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. Eigenlijk een beetje het jaarverslag van uw bank, de Rabobank Leiden-Katwijk. En ik start eerst even met het bancaire deel. Want ja, we hebben een bank nodig in onze samenleving. Want de bank leent geld uit natuurlijk om daar allerlei dingen mee te doen. En de functie van ons als bank is natuurlijk dat wij dat geld weer terug willen krijgen. Nou, om daarmee te beginnen, een belangrijk punt in het geld uitlenen is natuurlijk de woningmarkt. Velen van u zal ook een hypotheek hebben. In 2018, de woningmarkt, ook zelfs in Leiden, komt langzaam ietsje tot rust. Was ook een heel intensief woningmarktjaar. En als je daar naar kijkt van wat onze bijdrage daar is geweest, door middel van het verstrekken van hypotheken, maar eigenlijk dus het helpen van de wensen van mensen, van onze klanten op het gebied van wonen te realiseren, zijn we heel trots dat wij niet alleen marktleider zijn op het hypotheekgebied, maar ook vorig jaar meer dan 1000 particulieren in die Leidse regio met een hypotheek hebben geholpen. Allerlei verschillende soorten en maten. Qua bedrag staat daarachter bijna 300 miljoen. Daar zie je wel dat het gemiddelde hypotheekbedrag stijgt. Hè? Dat gaat al over de 300.000 euro, zo'n beetje gemiddeld heen. En waar wij onze functie zien, is eigenlijk een goed advies geven om de woonwensen die je hebt voor nu, maar ook in de toekomst goed te vervullen. En de komende jaren willen we ons naast het verstrekken van de hypotheek ook extra inzetten voor duurzaamheid. Dus hoe kan je ook duurzaam wonen? En mocht u al een huis hebben en een hypotheek, ook dan, en later in het programma volgt er nog een korte film ook over, kunt u investeren in duurzaamheid. Want dat is gewoon rendementtechnisch interessant en het is natuurlijk goed voor het milieu. En een stad als Leiden verdient heel veel duurzame woningen. Dus vorig jaar ruim 1000 hypotheken op het particuliere gebied. Iets waar we heel druk mee zijn. En ook extra kijken we ook naar het verstrekken van hypotheken voor ondernemers. Het is vaak moeilijk voor ondernemers om een hypotheek te krijgen. Maar wij als Rabobank zetten ons extra daarvoor in. Nou, dat brengt ons ook meteen op het volgende punt qua het verstrekken van leningen. Ook voor de ondernemers hier in de regio. Hierachter ziet u de foto van de ondernemersdag 071. Een initiatief wat wij hebben gestimuleerd samen met de ondernemersvereniging in de grote Leidse regio. Waarbij wij graag ondernemers aan elkaar koppelen en dat we ook kennis inbrengen om ondernemers te helpen groeien. Maar voor die groei is natuurlijk ook geld nodig, ook een ondernemer kan lenen. En we hebben vorig jaar meer dan 220 ondernemingen geholpen met financieringen met een totaalbedrag van 107 miljoen. En dat zijn alle bedrijven eigenlijk in een grootte van 0 tot 100 miljoen hier in de Leidse regio. Het is belangrijk dat deze motor blijft draaien, dat ondernemingen blijven groeien. Dat is goed voor de economie, dat is goed voor werkgelegenheid ook, maar is ook goed eigenlijk voor ons ook als consument daarvoor. Dus ondernemingen is een ander belangrijk deel waarbij we ook weer bijna net zo hoog als 2017 forse financiering hebben kunnen verstrekken aan de groei van bedrijven. Nou, tot slot, als je geld over hebt, ja, dat kan je dan nog meer doen, dan kan je sparen en beleggen. En de spaarrente helaas, en ik kan daar niet zo heel veel aan veranderen, is niet zo hoog op het moment. Beleggen was vorig jaar een wisselend jaar. Het begon goed. Einde december was weer behoorlijk wat minder. Maar mocht u daar meer geld voor over hebben en een langetermijnvisie, kan dat een prima oplossing zijn. Wij zijn vorig jaar gegroeid qua belegd vermogen met spaargeld met 120 miljoen. En uw Rabobank Leiden-Katwijk heeft meer dan 3 miljard eigenlijk spaar- en beleggingsgeld waar wij op waken.
En waarom is dit nou zo belangrijk? En dat is ook wat wij vorig jaar hebben ingezet. Je kan dat ook zien op onze website. Wathebikjenodig.nl om te kijken wat heb je nou nodig voor je oude dag. Want helaas, als u onder de 45 bent, dan hoort u niet meer tot de gouden generatie waarbij een pensioen goed geregeld is en zorg allemaal ook goed geregeld is. Het wordt gewoon soberder in de toekomst en je zal als particulier in Nederland meer moeten sparen om voor je oude dag zelf te zorgen. Misschien voor de studie van je kinderen, het aflossen van je huis of ook je pensioenvoorziening. Dus wij proberen ook door middel van onze gesprekken met onze klanten mensen bewust te maken via ook een tool waarbij je je eigen situatie kan invullen. Wat heb jij nou nodig als je met pensioen gaat? En ik zou je zeggen, als je dat nog niet heeft ingevuld, is bijna 1 miljoen keer ingevuld in Nederland. Vul het een keer in. U zal schrikken van de bedragen die je eigenlijk moet sparen nu in je actieve werkzame leven om een gezonde financiële toekomst ook te hebben. Nou, dat zijn 3 belangrijke poten van de bank ook van vorig jaar op het bancaire gebied. Hoe is dat dan ervaren? Tot slot, de klanttevredenheid. Wij meten dat, wij vinden dat belangrijk. Dus na elk gesprek in een spreekkamer vragen we ook via een digitale enquête van hoe vond u het advies van uw bank? En we zijn blij omdat zowel de particuliere markt als de zakelijke markt ons als klanttevredenheid 8,8 geven. Want wij bepalen niet of we het goed doen, dat bepaalt u. Dus dat is kort in vogelvlucht hoe de bank het in 2018 heeft gedaan. Nou, weer kort over 2018 begint, Erik. Jij hebt afgelopen jaar naast jouw functie als directievoorzitter ook nog een bepaalde rol uitgeoefend binnen de bank, maar ook binnen Leiden. En dat was namelijk de rol van machtigste man. Ja. Hoe voelt dat nu zonder titel in 2019? Nou, misschien moeten we het even uitleggen dan aan de mensen. Het Zakenblad Into Business en de ondernemersvereniging BV Leiden heeft elk jaar een uitverkiezing van de machtigste in Leiden. En dat is eigenlijk een prijs met een soort knipoog. En ik ben heel trots eigenlijk wel dat ik in 2018 die titel een jaar mocht dragen. Ik zie meer eigenlijk dat titel dat het de machtigste bank is. En eigenlijk meer in de zin van invloedrijk en een bijdrage leverend. En ik denk ook dat dat wel een mooi bruggetje is ook naar onze maatschappelijke bijdrage. Dat wij dus meer willen zijn dan een bank. En ik hoop ook dat u daarom ook ooit voor die Rabobank heeft gekozen. Want als je daar naar kijkt naar dus de maatschappelijke bijdrage, is, dat is wel leuk Robert om te laten zien, is dat wij meer dan 150 clubs en verenigingen, ik weet er zit er ook een heleboel in de zaal, ook in afwachting vanavond van het Wensenfonds, eigenlijk sponsoren. Of dat we coöperatief dividend, dus een deel van onze winst, terug laten vloeien naar de maatschappij. En in 2018 was dat 1,2 miljoen euro. En dat is best een fors bedrag. En het leuke is, Robert, van dat bedrag, dat is niet van jou en van mij, hè? Ook al denken wij dat soms natuurlijk, maar dat is eigenlijk uw geld. Want dat is een deel van de winst van die coöperatieve Rabobank die terugvloeit naar de maatschappij, waar via de ledenraad, waarvan er ook een heleboel aanwezigen vanavond eigenlijk, ook bestemmingen voor worden gekozen. En als we dan die 150 clubs hier zien, wat is dan de club of de vereniging of de organisatie die eigenlijk op jou de meeste impact heeft gemaakt in 2018? Ja, dat is een moeilijke vraag. Er zijn er vele. Hè? Dus als je hierboven kijkt ook qua dingen. We hebben een keurmakkerplocht. Ik ben helaas een geboren getogen Utrechter. Met een Feyenoord hart kan ik met trots vanavond zeggen. Maar die keurmakkertocht is wel een fantastisch Leids evenement. Ik heb geleerd daarvan te gaan houden van de keurmakkertocht. Net als 2, 3 oktober. We ondersteunen heel veel studenten. We zijn een nieuw partnership met Leiden Amateurvoetbal aangegaan. En misschien was u er ook in de zomer en in juli ook met Sail. Maar om jouw vraag te beantwoorden, misschien wel de allermooiste initiatief wat mij het meest heeft geraakt ook afgelopen jaar. Dat was Studio Mojo. En ik weet niet wie van u kent Studio Mojo. Ik zie wel een paar mensen. Ik weet niet of Nathalie zelf of leden van Studio Mojo aanwezig zijn. Zouden misschien nog komen. Studio Mojo van Nathalie Decina, dat is een stichting die zich inzet om jongeren die eigenlijk ergens op een of andere manier uit het schoolsysteem zijn geraakt, toch weer terug te krijgen met een goede plek in de maatschappij. En wat voor initiatieven zij doen, dat heeft mij echt geraakt eigenlijk. Waarbij je dus ziet dat als een jongere op een of andere manier door schulden of door thuissituatie uit het schoolsysteem raakt, dan val je ergens af en dan lijkt het wel dat niemand over je meer bekommert. Nou, zij doet dat nog wel. En je ziet dat die jongeren eigenlijk heel veel talenten hebben. En dat ze door een bepaalde manier van begeleiding en een nieuwe kans krijgen,
zich nog enorm kunnen ontwikkelen. Dus ik vond Ruit Studio mooi. Als u het niet kent, kijk een keer op die website. Er staan prachtige filmpjes op. En we hebben het vorig jaar hier ook wat meer laten zien ook. Dat is wel eentje die mij het meest treft altijd. Mooi. Ik ben benieuwd, zijn er ook vragen uit de zaal? En staat u op het podium, gebeurt één keer per jaar. Ik heb hier ook een kerstbox. Die? Je mag alles vragen, ja, over die bank. Behalve of we de spaarrente gaan verhogen. Want dat antwoord, dat moet ik helaas. Wie heeft een vraag? En dan moet ik hem eigenlijk bij wijze van een grap gewoon gooien. En wie hem dan vangt of op zijn hoofd krijgt, die moet een vraag stellen. Ja, ik vind dat. Zullen we dat gewoon doen? Oh! Ja, ligt hier ook een deeltje. Ja. Hij kwam op iemand van hoofd, geloof ik, of niet? Nou. Geen vragen vanuit de zaal. Dat is misschien het laatste bruggetje naar het laatste stuk. Wat nieuw is eigenlijk waar we in het komend jaar 2019 mee aan de gang gaan, is dat we hebben gezegd de afgelopen jaren, we doen heel veel voor de stad, voor de Leidse regio, dus ook Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest. Maar hoe kunnen wij nog meer impact eigenlijk krijgen? En we zijn samen met onze ledenraad. De ledenraad, dat is daar kan je je voor aanmelden, daar kan je voor gekozen ook worden. Een groep van 35 leden van de Rabobank. Zijn we eigenlijk een traject gestart om een maatschappelijke agenda te ontwikkelen voor de komende jaren, hoe wij meer bijdrage aan die Leidse regio kunnen geven. Nou, hier zit een mooie foto van een zo'n avond rondom een bepaald thema. De ledenraad bij ons heeft 4 thema's gekozen om specifiek op te focussen voor de komende jaren. Dat is duurzaam wonen, wat ik net ook al aangaf. Dat is lokale economie, eigenlijk alle ondernemerschap in de Leidse regio. Vitaliteit, ook een mooi thema, passend hier bij de Leidse regio. En financiële zelfredzaamheid. En dat komt een beetje in de buurt ook waar ik net over sprak van wat er straks nodig. En we hebben hier een aantal avonden afgelopen jaar voor georganiseerd. We kunnen het ook op onze website teruglezen. Waarbij we met partners hier in de stad projecten willen opstarten, willen helpen doorstarten. Met onze kennis, maar ook met een financiële bijdrage. We hebben in totaal €400.000 hiervoor vrijgemaakt. We willen proberen om die Leidse regio, die mooie Leidse stad, nog mooier te maken. Om onze maatschappelijke bijdrage nog weer verder te vergroten. Dankjewel. Ik wens u een hele goede avond. En ik hoop dat u na deze avond nog trotser al klant bent, lid wordt of klant gaat worden. Dank u wel. En dan gaan wij door naar het volgende onderwerp van vanavond. En dat is het onderwerp duurzaamheid. Het klimaat en ook het klimaatakkoord, ja, dat is eigenlijk een heel hot item op het moment. Maar helaas is nog niet iedereen daarmee aan de slag. En eigenlijk is het jammer. Want zeker u, als huisbezitter, kan eigenlijk heel makkelijk ook iets doen in het kader van duurzaamheid. Door ons huis energie-neutraal te maken, leveren wij een bijdrage en zijn we niet afhankelijk van anderen. En duurzaam wonen, Erik zei het zojuist al, is ook een belangrijk thema in ons maatschappelijk jaarplan. En ik wil jullie heel graag meenemen in een filmpje van mijn collega Mark Baas, manager particulieren, over wat u zelf op het gebied van duurzaam wonen in uw huis kan doen. Hallo, ik ben Mark Baas, manager financieel advies bij de Rabobank. En ik ben een groot voorstander van energiezuinig en duurzaam wonen. Natuurlijk omdat het goed is voor het milieu en voor de toekomst van onze planeet, maar ook omdat het geld bespaart. Het is mijn droom dat nog meer mensen weten hoe ze hun woning energiezuiniger en comfortabeler kunnen maken. En hoe ze dat kunnen betalen. Betaal jij meer dan €100 per maand en woon je in een woning van voor 1992, dan kun jij iets doen om energie te besparen en comfortabeler te wonen. Zet daarvoor de volgende stappen. Ga naar Grino en doe de gratis huiscan. Bekijk je mogelijkheden om de verbeteringen aan je woning te betalen. Doe je dit van eigen geld of wil je ervoor lenen? Misschien zijn er ook subsidiemogelijkheden. Maak een afspraak bij een van mijn collega's. Ook als je denkt dat je het niet kunt betalen. Maak je plannen concreet. Bekijk wat je wilt doen aan je woning en wat de kosten zijn. Vraag offertes aan via Grino. Zij zoeken naar de juiste partner voor de uitvoering van je plannen. Geniet van een lagere energierekening en van comfortabeler wonen. Doe jij mee? En dat is misschien ook wel de vraag van vanavond. Doet u ook mee?
U heeft heel veel collega's van mij al gezien in de oranje colberts. En schroom vanavond ook niet om tijdens de borrel een van mijn collega's aan te spreken. Om meer te horen over duurzaam wonen en wat de Rabobank er eventueel voor u in kan betekenen. En nu we het toch over duurzaamheid hebben. Ik zei het zojuist al, duurzaamheid is een hot topic op het moment. En dat is het ook voor de gemeente Leiden. En wij hebben hier vanavond de wethouder duurzame verstedelijking in ons midden, Fleur Spijker. Ik wil jou uitnodigen op het podium. Want jij wil namelijk iets vanavond vertellen over de duurzaamste kilometer van Nederland. Ja. Nou, ontzettend mooi om vanavond hier te staan. En laat ik zeggen dat ik geraakt was, of in ieder geval, ik dacht wat Erik aangaf over Leiden. Leiden verdient duurzame woningen, dat past heel erg binnen waar wij mee bezig zijn. Ik ben wethouder duurzame verstedelijking. En wij hebben in het college hebben wij duurzaamheid belegd bij verschillende wethouders, omdat wij het zo belangrijk vinden. En in mijn portefeuille hebben wij bouwen, nieuwbouw, gekoppeld aan duurzaamheid. Vandaar ook de benaming van de portefeuille duurzame verstedelijking. En ik ga ook meer specifiek over de energietransitie. En daar zagen we eigenlijk ook een heel mooi filmpje van. Want het is best een klus om al die woningen in Leiden ook energie-neutraal te krijgen. Maar ik zou zeggen, start met isoleren en zonnepanelen. Dat is, laat maar zeggen, waar je morgen al aan kan beginnen. Dus het filmpje sprak mij ook heel erg aan. Mij is gevraagd om vanavond wat te vertellen over de duurzaamste kilometer van Nederland. En wat is die duurzaamste kilometer? Die ligt in Leiden. Althans, wij moeten daar de duurzaamste kilometer van maken. Ik was nog maar net wethouder. En twee weken na mijn aantreden was er een vastgoedbeurs. En daar staan wij als Leiden ook op om toch al onze plannen te laten zien. En ik had toen een soort speed date met heel erg veel initiatiefnemers in Leiden. Bouwers, ontwikkelaars. En die duurzaamste kilometer die maakte daar eigenlijk ook een heel belangrijk onderdeel van uit. Want wij hebben toen met heel veel partijen hebben wij een Green Deal gesloten. En waar gaat het dan over? De duurzaamste kilometer is het gebied wat gelegen is van de Willem de Zwijgerlaan tot aan het Stationsplein. En dat is precies een kilometer. Ik weet niet wie er met zo'n roller daar heeft gerold om dat uit te meten, maar het is 1 kilometer. En die kilometer, daar vindt op dit moment heel erg veel activiteit op plaats. Want we zijn het stationsgebied allemaal aan het herontwikkelen. Eigenlijk moeten we zeggen en constateren dat het hartstikke versteend is. En hoe krijg je nou dat allemaal goed en duurzaam met elkaar? Hoe krijg je dat duurzaam niet in 2050, niet in 2030, maar in 2025 al? Dat is een enorme ambitie en dat kan alleen maar met heel veel partijen samen. En we hebben die Green Deal dan ook gesloten met heel erg veel partijen. Burgers, bedrijven, ontwikkelaars in het gebied, maar ook bijvoorbeeld de Rabobank. En ik wil niet zeggen dagelijks, maar wel elke maand komen daar weer partijen bij. Zelfs donderdag teken ik weer met twee partijen aan de Green Deal. En hoe krijgen we nou die kilometer zo duurzaam? We hebben de activiteiten hebben wij gegroepeerd rondom 7 thema's. Dat is dan thema's zoals groen, gezondheid, warmte-koude opslag, energietransitie, circulaire economie. Nou, en die thema's die worden eigenlijk door alle deelnemers uitgewerkt, ook in werkgroepen. En dat is ook het mooie, het komt echt van onderop. En daarmee moeten we uiteindelijk die grote ambitie die we hebben, want we moeten flink doorstomen, moeten we dus in 2025 ook aan heel Nederland laten zien. Nou, noem nou eens zo'n voorbeeld. Een voorbeeld waar we mee zijn gestart is de nieuwbouw van de Lorens. Daar hebben we een zogenaamde polderdak, komt daar op. En dat is een systeem. Ik zie mensen kijken, ik weet niet. Is het goed te zien? Nee, ik dacht dat er een plaatje kwam van een polderdak. Maar ik kan het uitleggen. Dat is een dak waar eigenlijk een soort laag in zit met kratten. Waardoor het water wordt opgevangen. En dat water, dat is dus echt een waterbuffer.
En dan kun je dat water kun je uiteindelijk afvoeren, maar je kan het ook gebruiken voor het dak en de tuin daarop. En dat is natuurlijk ontzettend duurzaam. En dat is een mooi voorbeeld van hoe je in zo'n gebied, zo'n versteend gebied, uiteindelijk ook duurzaam kan worden. Nou, ik zei het al, er zijn natuurlijk eigenlijk grof gezegd drie groepen. Burgers, bedrijven en overheden. Waaronder wij natuurlijk als gemeente ook als overheidslichaam meedoen. En voor burgers is het heel aantrekkelijk om mee te doen, omdat we ook hebben gemerkt dat stationsgebied burgers ook echt invloed willen uitoefenen. En dat kunnen ze dus in de setting van de duurzaamste kilometer. Het is ook gewoon een heel belangrijk stuk stad waar ook heel erg veel nu al zit, maar waar nog heel veel meer gaat komen. En we zien ook dat iedereen heel actief daarmee bezig is. Dus ik roep ook iedereen op die invloed wil uitoefenen, doe mee met die duurzaamste kilometer. Want het is ook echt het besef, het leren van elkaar op die thema's, van wat kan je nou uiteindelijk doen om het heel veel groener en duurzamer te maken. Nou, de bedrijven. Voor de bedrijven is het waardevol omdat bedrijven allerlei, ik zou bijna kunnen zeggen, experimenten kunnen uitvoeren met elkaar en ook van elkaar kunnen leren. En het is ook altijd goed voor je bedrijfsimago om toch echt met duurzaamheid bezig te zijn. Het is ook echt iets van deze tijd. En je kan het ook in je communicatie uitdragen. En dat zie je ook, dat bedrijven enthousiast worden. En van het een, zou ik zeggen, komt weer het ander. Ja, en de overheden. Er zitten verschillende overheden aan tafel, zoals het Hoogheemraadschap, de provincie doet mee, naar de gemeente. We doen het dus niet alleen. En ook overheden zijn genoodzaakt om met elkaar, dus ook echt kennis en ervaring uit te wisselen. Daar ga je eigenlijk altijd automatisch van uit. Maar nee, rondom zo'n thema kan je ook heel goed kijken hoe je dat met elkaar integraal aanpakt. Dat zie ik zelf eigenlijk ook als het meest waardevolle van die duurzaamste kilometer. Je hebt de focus op die duurzaamheid met elkaar. En daar kom je van alles in tegen. En je hoort ook wel mensen natuurlijk gedurende zo'n heel traject zeggen van ja, gaan we dat allemaal wel redden? Nee, zeg ik, hoppakee er tegenaan en vooral doen. Aanslag met elkaar. En dat is zo belangrijk met duurzaamheid. Ik zeg niet praten, maar gewoon doen. Tot slot. Wij hebben de 21ste juni, de dag van de duurzaamheid, de dag van de duurzaamste kilometer. En ik wil iedereen oproepen om daar ook aandacht voor te hebben en naar onze bijeenkomst te komen. Dankjewel. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, hoe bevalt dat nu, zo drie kwart jaar, wethouder, duurzamer verstedelijking van de gemeente Leiden? Hoe is dat? Nou, ik ben een geboren en voor een groot deel getogen Leidenaar. En wat is nou mooier om in je eigen stad ook bezig te zijn met je stad en met de toekomst van je stad. En ik zie ook echt, en daar dat zag je ook eigenlijk aan de verkiezingsuitslag, dat iedereen zegt, ja, dan moeten heel veel woningen bijkomen in Leiden, maar er moet echt een kwaliteitsslag gaan plaatsvinden. En ik hoop dat ik in 2040, ik ga ervan uit dat ik er nog maar dat we kunnen zeggen, we zijn nu met de omgevingsvisie 2040 bezig, dat we kunnen zeggen, ja, in die periode is ook echt een omslag gekomen. Een omslag waarin we ook heel veel groener, veel meer met de omgeving en kwalitatief met die stad bezig zijn gegaan. We hebben natuurlijk al de laatste jaren heel veel in de stad gedaan, maar we hebben echt nu een enorme focus op die duurzaamheid. En ik vind het ontzettend leuk om daar aan mee te werken. Hey, en als ik jou ook zo hoor, dan ik krijg echt het gevoel, duurzaamheid, dat zit in jouw DNA. Dat zit bij jou in je vezels. Ja, maar ik ben ook wel realistisch. Ik weet ook, ik ben geen fanaat, hè. Ik zeg altijd, hoe duurzaam zijn jouw kilometers die jij door Leiden maakt? Heel duurzaam, want ik doe alles op de fiets. Sterker nog, ik ga eigenlijk zo min mogelijk met de auto, ook niet op vakantie. Wij zijn met de kinderen, toen de kinderen zelfs, de jongste was 10, we hebben er 3. Zijn we van Nederland naar Italië gefietst. Nou, zo'n type ben ik wel. Maar ik ben, laat maar zeggen, niet iemand die overal alles aan het afkeuren is. Van ja, jij zit op de auto of jij eet vlees. Nee, iedereen moet dat voor zichzelf weten. In die zin ben ik wel echt met de beide voeten in de klei. En ik zeg, waar we allemaal een steentje kunnen bijdragen. En dat besef van wat je doet, dat dan ook, ja, let gewoon op wat het doet richting toekomst, wat het doet met het milieu, dat is al heel belangrijk. En een roep ook vooral van de jongeren, ja, we moeten echt aan de slag.
Hey, ik ben heel benieuwd. Jij hebt denk ik in de afgelopen 3/4 jaar als wethouder in Leiden een heleboel mooie initiatieven gezien. Wat is nou een initiatief dat jou echt persoonlijk heeft geraakt in Leiden? Duurzaamheidsgebied of anders? Het mag breder dan duurzaamheid zijn. Goh, ik heb heel veel mooie initiatieven gezien. Ja, god, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, ik kan eigenlijk heel veel noemen. Kijk, ik vind het vooral heel waardevol dat we samen met die stad bezig zijn. En dat iedereen zo enorm meedoet aan alles. Want dat moet ik wel zeggen, wij zijn echt nu bezig met visieontwikkeling, met die omgevingsvisie, met ontwikkelingsperspectief in Zuidwest. En ja, ik zie dat zoveel mensen zo betrokken zijn bij die stad. En ik krijg echt dagelijks mailtjes van bewoners. Ik heb ook regelmatig bij mij aan tafel ook mensen met allemaal hele goede ideeën. Dus ja, ik vind eigenlijk dat op zichzelf al heel bijzonder aan onze stad. Dat ik wethouder mag zijn hier, maar dat je enerzijds dus een grote opgave hier hebt. En tegelijkertijd dat het is wel een stadje, hè? Het is heel toegankelijk in die zin. En dat vind ik zo mooi. Dus eigenlijk een oproep naar de zaal, kom vooral met nieuwe en meer initiatieven. Ja, dat is het in de kern genomen. Ja. En ik hoorde jou net zeggen, het gaat er vooral om dat we dingen samen doen. Nu heb ik jou ook gevraagd van wat is nou een doel in Leiden wat jij echt ondersteunt. En toen kwam jij eigenlijk direct op Running Blind. Wat kan je daar, terwijl ondertussen de vertegenwoordigers van de organisatie Running Blind naar het podium komen, want ik weet dat die in de zaal zitten. Wat? Nou, ik moet je zeggen, ik hou zelf heel erg van hardlopen. Ik doe dat veel te weinig op dit moment. Maar ik was op enig moment mijn echt Leids hardloop-event. Dat is het Singelpark, het Singelloop. En ja, ik ben direct aan het kijken, want iedereen komt dan naar boven. Zo. Goeiedag, hallo. Goeiedag. En ja, ik was die singelloop aan het lopen met ook allemaal mensen om mij heen. En toen zag ik op enig moment mensen rennen vanuit Running Blind. En ik was echt, ik was gewoon geraakt. En met name de betrokkenheid en de wijze waarop men, laat maar zeggen, met elkaar aan het rennen was. Ik kreeg er helemaal koud van. Ik vond het zo bijzonder, want ook de aanwijzingen. Ik ben ook heel lang nog achterblijven rennen. En toen dacht ik, wat is dat toch mogelijk dat dat mogelijk wordt gemaakt. Dat als je dus inderdaad een visuele beperking hebt. Dat je dus op deze manier toch kan hardlopen. En ik weet wat hardlopen doet. Want hardlopen kan je ook echt een gevoel van vrijheid geven. Het is, niet iedereen loopt natuurlijk hard. Maar het is, als je dat kan doen. En in deze setting, met de visuele beperking, dat is gewoon echt heel mooi. En vandaar ook dat ik dacht, als we iets mogen schenken, dan zou ik dat heel graag aan Running Blind doen. Ook voor de materialen en alles wat ze nodig hebben ter ondersteuning. En ik zou vooral, ik vind ook het doorzetting. Ik geef hem aan jou. Jij mag hem uitreiken. Mag ik het zelfs uitreiken? Ik ben wel nog heel benieuwd. Misschien kunnen we iemand van Running Blind aan het woord laten. Want wat betekent Running Blind? Wat betekent dat voor je? Ja, dat is goed. Nou, deze hadden we echt niet zien aankomen. Maar We zijn ongeveer, dit jaar is het 5e jaar dat we bestaan als Running Blind in Leiden. En ik ben zelf voorzitter van de oogvereniging momenteel in Zuid-Holland. En 5 jaar geleden zijn we bij de Leiden Roadrunners gekomen om te proberen om hard te lopen. Dat was niet echt evident, maar wat ook de wethouder zegt, het is vaak samenwerken. En dat is het hele leuke ook van ons initiatief op dit moment. We hebben te maken met buddies, we hebben te maken met trainers, met iedereen die echt enthousiast is. En het is zo natuurlijk, zo'n warm bad om als mensen die blind worden of zijn, dat je gewoon kan hardlopen. Je moet een keer proberen om hard te lopen met je ogen dicht. Je bent hartstikke gek. Maar ik moet zeggen, het vertrouwen die we hebben in de buddies, in de trainers, het is fantastisch. En ook gewoon het feit dat je kan blijven sporten, al heb je een handicap.
dat is echt participatie tot top. Dus ik wil toch even, het was echt een verrassing voor ons, waarom dat we hebben uitgenodigd. Maar ik vind het echt, ik hoop dat we nog heel lang kunnen blijven hardlopen. En dat we nog heel veel kunnen groeien om toch meer mensen met een beperking aan het sporten te kunnen krijgen. We zoeken nog steeds wel wat buddies die ook hard kunnen lopen. Vooral want ook wij blinden kunnen steeds harder lopen. Dus goede buddies. Dus je kan even kijken met de Leiden Roadrunners onder Running Blind. Dankjewel. Ik vind het een super mooi initiatief. En wij zijn dan ook heel blij dat Fleur Spijker namens ons als Rabobank aan jullie een check mag overhandigen van 500 euro. Waar je het had over vertrouwen, dat is inderdaad wat ik zag. En dat is zo mooi om te zien. Ik zou zeggen, jongens, waar mensen zich als buddy kunnen aanmelden, ik zou het direct doen. Want het geeft zoveel meer dan alleen het hardlopen. Voor de kijk, voor de foto. We mogen hier eventjes hier kijken. Hey, jongens, een applaus voor Stichting Running Blind. Fleur, ik wil jou ook hartelijk bedanken voor het prachtige verhaal. Ik geloof dat we nog een hele opgave hebben voor de stad Leiden om hem echt duurzaam te krijgen. Maar ik heb er echt vertrouwen in dat die duurzaamste kilometer in 2025 dat gaat lukken. Yes. En terwijl de mensen van Running Blind weer gaan zitten, wil ik jullie meenemen naar het volgende onderdeel van vanavond, en ik heb dat ook al tijdens de introductie genoemd, dat is het Single Park. En ik vraag graag naar voren voor het Single Park Leen Ooms. Het Single Park is plan om in Leiden van de singles het mooiste, langste en spannendste stadspark te maken van Nederland. En we proberen daarmee projecten te doen om nog meer mensen te stimuleren om te vergroenen. We zijn heel blij met het Rabo Wensenfonds. Het geeft ons een stimulans om door te gaan met alle vrijwilligers om dat mooiste park van Nederland om dat te realiseren. We hebben geld gekregen voor geveltuinen. En met geveltuinen willen we vooral mensen stimuleren om iets met groen te gaan doen voor hun deur. We hebben hier daar ook plekken waar hele stenige gevels zijn. En daar konden we het geld van het Rabo Wensenfonds heel goed voor gebruiken om wat grotere vergroeningen te doen. Zo hebben we een hele stenige gevel in het Huigpark vergroend van, ik denk wel 20 meter hoog. Met een aantal kabels langs de muur en inmiddels is dat helemaal tot aan het dak gegroeid. En mensen zijn er heel blij mee in de straat. Afgelopen jaar, 2017, hebben we geld aangevraagd voor visplekken aan de singles. En we hebben daar het maximale bedrag gekregen. En belangrijk is daarbij dat het ook voor mensen met een beperking heel goed toegankelijk wordt. Wij raden iedereen aan om ook zo'n aanvraag te doen bij het Wensenfonds. We hebben ervaren dat het heel makkelijk toegankelijk is. Ze helpen je ook bij het verder brengen van de aanvraag. En het helpt je ook om je dromen echt realiteit te laten worden. Leen, welkom. Het mooiste, langste en spannendste stadspark van Nederland. Hoe ver zijn we? We zijn al heel ver. Al hoor ik vaak in de stad ook van, waar blijft dat park nou? Heel veel mensen zeggen dan, joh, dat ligt er al. En dat is eigenlijk ook zo. We zijn sinds 2012 nu gestart als vrienden van het Single Park samen met de gemeente om dat park te realiseren. En met alle partijen in Leiden. Er is natuurlijk heel veel gepraat, ontworpen, er is een beeldkwaliteitsplan gemaakt, allemaal nog niet zo zichtbaar. Maar je ziet nu steeds meer delen opgeleverd worden. Je ziet nu de Maarensingel bijvoorbeeld en de Rijnsburgsingel worden aangepakt. Ik durf je te zeggen, over een half jaar is dat een heel mooi stuk van de andere kant van de Singel. Maar er zijn al een aantal parken natuurlijk gerealiseerd. Park De Put bij de Morspoort. Het Energiepark. Er wordt nu nog druk over gediscussieerd hoe dat verder moet, maar het is wel een belangrijk stukje van het park. Lammermarkt is natuurlijk een heel stuk opgeknapt vergeleken met wat het was. En wat is jouw rol binnen het Single Park?
Ik ben nu 6 jaar vriend van het Singelpark en ik zit in een commissie participatie. Ja. Dus mijn ambitie is om het echt een park voor en door de Leidenaar te laten zijn. En dat hebben we onder andere gedaan door de kweektuin te starten. Een stukje groen bij het station. Ja. Wordt nu onderdeel van de duurzaamste kilometer van Leiden. Wat natuurlijk belangrijk is bij zo'n park, dat als je het eenmaal realiseert, moet het ook mooi blijven. Dus, en dat hebben we met de kweektuin laten zien, maar ook in het huidige park, dat het ook echt een park is wat parkkwaliteit heeft. Waar we naar streven is een park van de kwaliteit van de hortus. Ja? En we beheren dus steeds meer stukken van het Singelpark. En dat doen we met partijen in de stad. Mensen van Gemiva, binnenvesters, scholieren van Leonardo, het Waterland, de Binnenvest, zoals ik al zei. Studentenverenigingen doen ook mee. Want het moet echt een park worden voor en door Leiden. Ja. En wanneer is het dan precies geslaagd? Het is geslaagd als de mensen trots zijn op hun park, op hun deel, in hun omgeving. En dat mensen zeggen van, hey, dit is ons park, het wordt mooi gebruikt. En dat beginnen mensen echt te zeggen. Nu heb ik ook vernomen, jullie zijn afgelopen jaar eigenlijk met een nieuw initiatief gestart. Eigenlijk misschien een onderneming binnen het Singelpark. Singelpark een bedrijf. Wat is dat precies? Nou, dat is eigenlijk een voortzetting van datgene wat we in de kweektuin en in het huigpark hebben gestart. Dus dat we delen van het beheer van de gemeente overnemen. En dat zelf gaan uitvoeren met vrijwilligers, met omwonenden, met mensen van Gemiva. Die elke tweede week komen. Mensen van het Binnenvest die in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld het Energiepark, meehelpen. En met scholieren van 2 HAVO, van het Leonardo, het Waterland, komen elke week helpen in het park. Ja. En de omwonenden proberen natuurlijk zoveel mogelijk mee te krijgen. En dat lukt op steeds meer plekken. We hebben nu 12 plekken in beheer. Dus 12 plekken, dat is al een aardig stuk ontwikkeling. Ja. En we maken daar ook steeds betere afspraken met stedelijk beheer, omdat ook echt elkaar daarin te ondersteunen. En nu, in het filmpje vertelde je al, jullie hebben ooit eerder een donatie van de Rabobank gehad, of eigenlijk meerdere donaties. Eén de geveltuinen en een ander was voor visplekken voor minder valide. Nu heb ik ook begrepen dat voornamelijk voor dat project Singelpark in bedrijf, waarin dus eigenlijk ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook eigenlijk een plek krijgen om ervaring op te doen en te reïntegreren, dat wij ook als Rabobank er een donatie aan hebben gedaan. Ja, voor het beheer hebben we een plan gemaakt een paar jaar geleden en dat hebben we ook bij de Rabo ingediend. En naast het wensfonds waar we graag gebruik van maken, maar dat is voor de projecten. Maar voor het beheer heb je jaar op jaar geld nodig. Ja. Nou, en dat is, het gaat er ook om dat je al die vrijwilligers organiseert en dat je het werk ook goed organiseert, zodat de continuïteit en de kwaliteit van het park op niveau blijft. Dus dan heb je een subsidie nodig in je exploitatie en dan hebben we een Rabo Foundation gevonden om dat te ondersteunen. En daar zijn we heel blij mee. En daarmee kunnen we echt een start maken. En wat ik al zei, we hebben nu 12 delen in beheer. Dus we kunnen ook laten zien en bewijzen dat we het kunnen. Ja. En met die sponsoring zijn we enorm geholpen om dat ook waar te maken. Ja. Want dat was wel een iets andere grootte van donatie, geloof ik, dan de normale wensenfondsdonaties. Klopt. Hè? Zoals voor de visplekken en voor... we hebben nu weer een wens... natuurlijk ingediend. Dat zijn bedragen van enkele duizenden euro's. Nu gaat het echt om 20.000 euro per jaar voor de eerste 2 startjaren. Ja. Dus dat zijn hele mooie bedragen. Ja. Ja. Je stipt hem zelf al even aan. We hebben ook dit jaar weer een wens ingediend. Wat was de wens? Wat ik al zei, we doen nu 12 parkdelen. We hebben op elke plek wel gereedschap staan. Maar bijvoorbeeld met zo'n droge zomer als afgelopen jaar, dan rijden we ook rond met een pompje, met slangen. We worden daar ook bij geholpen door de gemeente, maar we hebben zelf ook wat vervoer nodig. Nou, we kunnen met een auto door rondrijden, maar dat is niet zo duurzaam. Ja, het is elektrisch is wel. Maar goed, vandaar de aanvraag voor een elektrische bakfiets. Een elektrische bakfiets. Ja. En ja, het Singelpark moet natuurlijk dan ook gewoon meedoen aan het Wensenfonds. En dan ga je ook gewoon de molen in waarin dus de klanten en de leden van de bank mogen stemmen. Dat is veel gedaan dit jaar. Wij zijn benieuwd. En zeker ook op het Singelpark.
En ik wil vragen of mijn collega Priscilla naar voren komt, want zij mag jou een cheque uitreiken voor een elektrische bakfiets voor een bedrag van €2.475. Dat is prachtig. Ik heb zo'n idee dat dat single bar, en ik hoop zelfs nog eerder dan dat de duurzaamste kilometer is gerealiseerd, dat we dus in 2019, wanneer de bruggen worden gelegd, eindelijk aan elkaar kunnen gaan verbinden. Ja, dankjewel. Henk, dankjewel. En dit is eigenlijk ook gelijk de eerste check in de categorie wijk en buurt. En ik wil vragen, terwijl zo meteen ook een filmpje instart waar alle logo's van de genomineerde organisaties die in de categorie wijk en buurt vallen, of die ook wanneer zij hun logo zien, ook naar het podium willen komen. En dan mogen naar het podium komen Centrum Management Leiden, Coöperatie Zon op Leiden, Deal Foundation, Present Leiden, Speeltuinvereniging Zuiderkwartier, Stichting Leiden Helpt, Stadstad Leiden, Vereniging Waardeiland en Plan. Aan de andere kant van de zaal. Ook wel prettig. Roy, ik zie je lachen. Je staat tevreden erbij. Positief? Mooi. Dan hoop ik dat het zo nog positiever wordt. Want we gaan namelijk beginnen met de eerste ingediende wens. En dat was een wens van Centrum Management Leiden. En Centrum Management Leiden heeft een wens ingediend voor het aanbieden van workshops aan de vrijwilligers van de Winter Wonderweken. Mede verantwoordelijk voor de mooie schaatsbaan die in Leiden ligt en natuurlijk ook de drijvende kerstmarkt. En zij krijgen een cheque uitgereikt van deze van €500. En de tweede cheque die wij mogen uitreiken, dat is een cheque aan de coöperatie Zon op Leiden. En zij hebben een wens ingediend om promotiemateriaal ten behoeve van scholen, maar ook voor social media met betrekking tot zonnedaken te krijgen. En daar mag een cheque aan worden uitgedeeld door Rogier voor een bedrag van €500. En de derde wens, ja, dat is eigenlijk een beetje een bijzondere wens. En die komt ook mede voort uit het Fonds Buitenlandse Projecten wat wij als Rabobank hebben. En dat heet namelijk de Deal Foundation. Wie zijn er van de Deal Foundation? Volgens mij, als we heel streng zijn, mensen die niet waren, die konden er niet ophalen. Maar ja, jammer. Stichting Present Leiden. Ja, die heb ik wel gezien. Ik heb jou afgelopen zaterdag nog gezien. Ik mocht met mijn Leo Club, dat is de jongere organisatie van de Lions, hebben wij afgelopen zaterdagmiddag een hele leuke activiteit gehad met de groepen Trefpunt in Oesgeest. Meer dan geslaagd. En Stichting Present die heeft ook een wens ingediend, namelijk nieuw tuin- en klusmateriaal, zodat jullie vrijwilligers daar eigenlijk bij jullie cliënten mee aan de slag kunnen. En Daisy, die mag jullie daarvoor een cheque van €500 overhandigen. En dan de volgende cheque, dat is Speeltuinvereniging Zuiderkwartier. Wel bekend, vorig jaar ook genomineerd. Jullie zijn volop bezig met een nieuw clubhuis, weet ik. Maar jullie hebben ook bij ons een wens ingediend. Want er is iets kapot, of bijna kapot, in de speeltuin, heb ik begrepen. Fietsjes, loopfietsen, kleine fietsen voor kinderen van 1,5 tot 5, 6 jaar. Ja? We hebben de afgelopen 8, 9 jaar heel veel gerepareerd.
Maar ja, ze zijn gewoon op. Ja. En ze moeten vervangen worden voor de. Dus dan wordt het op een gegeven moment tijd voor iets nieuws. Ja. En dan zou denk ik een check vanuit de bank voor wat nieuwe fietsjes zeer welkom zijn. Absoluut. Absoluut. Dames en heren, speeltuinvereniging Zuiderkwartier voor de wens voor de nieuwe fietsjes 1725 euro. Dat het project Leiden Helpt, van Stichting Leiden Helpt. Een project met en voor elkaar. Materialen om de wekelijkse activiteiten van de organisatie te doen. Ook al vaker ondersteund werden door de Rabobank. En ook vanavond mogen wij jullie een cheque uitreiken van 500 euro. En de volgende check in deze categorie buurt en wijk, dat is Stadslab Leiden. En Stadslab Leiden, die hebben een wens ingediend, want zij bestaan dit jaar 10 jaar. Gefeliciteerd. En jullie zijn toe aan een nieuwe website, heb ik vernomen. En ook voor jullie een hele mooie check van 500 euro om dit te gaan bewerkstelligen. En dan Roy, ik noemde je net al kort even. Jij bent de voorzitter van de buurtvereniging van het Waardeiland. En het Waardeiland, die gaan ook voor vitaliteit. Maar mocht het dan toch op wat voor reden misgaan, dan vindt de vereniging het wel fijn dat er ook een AED of meerdere AED's op het eiland zijn. En dat er ook bewoners van het eiland zijn die ook weten hoe ze daarmee overweg moeten kunnen. En daar hebben jullie een wens voor ingediend. En ik mag jullie feliciteren met een cheque van 500 euro daarvoor. Een cheque van 500 voor de Waardeiland. Ja. Deze was even druk. En dan als laatste hebben wij op het podium staan Plant. En ik hoor mensen denken, Plant? Ja, wat is Plant? Dat is een plant. Klinkt een beetje zo. Wat is Plant? Vroeger was dat wel een fabriek in het Engels. Uh-huh. En nou treft het dat we hier om de hoek hebben een oude fabriek staan, een gasfabriek. Yeah. En daarnaast staat de nieuwe plant. En dat is het Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. Fijn nu nog, in zijn eerste jaar bekend als HubSpot, misschien dat mensen dat wel kennen. Maar nu plant, Centrum voor Innovation en Entrepreneurship. Hey, en nu rij ik heel vaak, ja, ik heb nog geen elektrische auto, heel vaak over de Lange Gracht op de fiets, maar ook heel vaak in de auto. En dan kom ik eigenlijk langs jullie pand, een beetje recht over het politiebureau. En dan denk ik, god, het politiebureau is één bak beton, maar Plant is ook een bak beton. Daar is ook niks groens aan behalve de plantanen van de gemeente. Zeker, dat vonden wij ook. En daar hebben we ook wat aan gedaan. Maar dat was vlak voor de winter, dus daar zie je nog niet heel veel van. Maar we hebben langs de hele gevel, zijn we samen met Leen ook, van Single Park Utrecht. Zijn wij, en met de hele community, want in Plant zitten heel veel start-ups. En hebben andervel gemaakt en allemaal plantjes daar geplant. Dat is langs de gevel, dus dat gaat jouw ritje daar straks al heel veel mooier maken. Maar we zijn met nog meer bezig. We gaan een daktuin aanleggen. Sterker nog, we zijn vandaag begonnen. We zijn heel blij dat het vriezen opgehouden is, want vandaag konden we beginnen met de bouw. En we hebben begrepen dat er op die daktuin, daar komen ook innovatietafels. Waar eigenlijk dan de bewoners van Plant, dus de bedrijven die daar zitten, hun ideeën eigenlijk neer kunnen zetten. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. De daktuin die we bouwen op Plant, die past helemaal bij de organisatie die we zijn. Bij Plant heb je dus het onderwijs van start-ups. Dus heel veel studenten van de hogeschool en de universiteit lopen daar rond. Maar ook heel veel start-ups. Dat gebeurt allemaal in het pand. En nu gaan we dus op de daktuin op het dak. Daar komen al die innovaties ook om te laten zien wat voor moois we al hebben. Dus eerder vertelde Fleur al over de waterretentietaken die op Lorenz komen. Nou, zo'n mooi dak krijgen wij ook. Maar we willen ook daar innovaties creëren en zorgen dat ze doorontwikkeld worden. En dat iets wat al heel gaaf is, dat je dat bijvoorbeeld wat binnen al werkt, maar dat je dat ook in de buitenlucht kunt doorontwikkelen. Nou, daarvoor hebben we innovatieplekken nodig op het dak. En dan kun je een mooi plekje inrichten, maar dan is het nog niet veel. Dan heb je nog stroom nodig en water. En welke innovatie kan er nog tegen zonder internettoegang? Dus die tafels die willen we daar heel graag creëren, zodat er ook echt heel veel mooie inhoud komt. Ja. Nou, ik heb goed nieuws, want ik denk dat het heel goed is dat we daar als Rabobank in toch een versteende stad zoals Leiden, waar steeds meer groen komt en gelukkig ook op daken. Ik wil jullie feliciteren met een cheque van 5000 euro om de daktuin te geven.
Dank jullie wel, allemaal. Ik wil jullie vragen om weer te gaan zitten. Ja. Normaliter zouden we nu een fotomoment doen. En bloemen gaan we dadelijk allemaal met alle andere mensen en alle categorieën doen. Dus zoek lekker weer je plekje op. En straks roep ik jullie allemaal weer met de shakes naar voren. Dan wil ik heel graag ons ook weer op het podium vragen. Anne! Welkom. Dank je. Anne, dankjewel. Super! Dank je. Ik hoop dat deze bos inspiratie geeft. We hebben Tulpa uit Amsterdam gehad, heel lang geleden. Tulpa uit Leiden. Ja. Dankjewel. Dames en heren, applaus voor Anne Buren. En dan gaan wij door met het volgende onderdeel van vanavond. En dat is het onderdeel cultuur. En voor het onderdeel cultuur wil ik heel graag de cultuurmakelaar van Leiden, Mirjam Vliek, naar voren vragen. En Mirjam gaat u meenemen in ontstaansgeschiedenis van het Cultuurfonds Leiden. De doelstelling en ik denk ook wel in een paar lopende projecten. Van ja, 2019. Dat hadden we al afgesproken. Dankjewel Robert, hartstikke leuk dat ik hier wat mag vertellen over het Cultuurfonds. Cultuurfonds Leiden is in mijn ogen misschien wel het leukste fonds van Nederland. Het is in ieder geval een uniek investeringsfonds wat kansen realiseert voor de cultuursector, maar eigenlijk ook voor de stad als geheel. Het is eigenlijk een heel bijzonder fonds, want het is opgericht door de stad zelf. Het is 10 jaar geleden opgericht omdat de stad vond, de cultuursector, dat er wel veel was, maar dat er nog een extra impuls nodig was in de stad. En dat de instellingen daar zelf, denk aan de Schouwburg, denk ook aan het LVC, daar geen tijd voor had. En ze zeiden, we hebben eigenlijk behoefte aan een soort buitenboordmotor, een soort interventiemacht, die namens ons het woord voert, die zorgt dat wij als sector veel zelfstandiger worden en veel beter georganiseerd zijn. 10 jaar geleden was het zo dat Leiden in de cultuursector nog veel meer verdeeld was dan nu. Heel veel clubjes kenden elkaar niet, waren ook nog niet bezig om samen te werken. En de cultuursector had er wel behoefte aan om eigenlijk een soort een woordvoerder te hebben die namens hun zou spreken. En eigenlijk die behoefte had aan een fonds. Nou, de gemeente Leiden die zei, dat is allemaal wel leuk en aardig. Willen we ook wel aan meewerken, maar we vinden wel, als we dat gaan doen, dat er ook andere partijen mee moeten doen. Dat het geen fonds wordt wat alleen door de gemeente wordt gefinancierd. Nou, wat er toen gebeurde was dat de Kamer van Koophandel zei, weet je wat, wij stappen erin. En Fonds 1818, dat is een vermogensfonds uit Den Haag, zei, wij doen ook mee en met z'n drieën gaan wij dat fonds oprichten. Maar het is heel belangrijk dat elke euro die wij erin leggen ook 2 keer uitgegeven kan worden. Met andere woorden, het is een investeringsfonds, een aanjaagfonds en geen traditioneel subsidieloket. 4 doelstellingen. Het was heel erg belangrijk dat het fonds zou zorgen voor structuurversterking, zou zorgen voor makersklimaat, wat op dat moment nog niet heel erg sterk was in Leiden, zou zorgen voor ondernemerschap. En zou zorgen dat het fonds met cultuur ook verbinding, en dat is heel belangrijk, zou maken met andere sectoren. Dus ook zou gaan samenwerken met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld. Nou, welke structuur hadden ze voor ogen? Ze zeiden, we willen eigenlijk geen ambtenaren hebben zitten. We willen eigenlijk iemand hebben die los van de politieke wind beslissingen kan nemen, of we nou groen of links of rechts is. Maar we willen een cultuurmakelaar of een verbindingsofficier, of een buitenboordmotor die kan zeggen, we gaan dit doen. En dat doen we omdat het goed is voor de sector. Dus iemand die geen belang had. Een cultuurmakelaar voor een aantal jaren. Gemiddeld 3 à 4 jaar. Die onafhankelijk advies kan geven. En die ook echt investeert. En niet zomaar subsidies uitkeert. Dus echt iemand die een ondernemende geest heeft. En wat ze ook heel belangrijk vonden in die tijd was samenwerken met de stad en vooral met de partners waarmee we nu samen wonen in het handelshuis. Dat zijn Centrum Management en Leiden Marketing. Nou, toen zijn we van start gegaan. De eerste cultuurmakelaar begon meteen met overlegstructuren, want die waren er nog niet. Een bundeling van krachten en vooral woordvoerderschap. Er was geen directeurenoverleg, er was geen marketingoverleg 10 jaar geleden. En zij zei, dat was Erika Hafmans,
We gaan echt gewoon bundelen. Jullie moeten elkaar leren kennen. En toen begonnen ook die eerste grote festivals. De Cultuurweek heeft ze mede opgericht. Maar ze heeft ook begin gemaakt met de Nacht van Ontdekkingen. En gezorgd dat er een soort van marketing kwam in de stad. De tweede cultuurmakelaar, mijn voorganger, die trof eigenlijk een sector aan die al best wel goed georganiseerd was. Zijn opdracht was, zorg nou dat die cultuursector ook samenwerkt met andere partijen. Met sport, met maatschappelijk domein. Maar vooral ook, zorg dat ze ondernemender wordt en dat ze de verbinding maakt met het bedrijfsleven. Een van zijn grootste verdiensten was het project met Heijmans. Ik vond het echt een heel erg mooi voorbeeld waarin hij zei, Heijmans gaat woningen bouwen in de Kooi, dus een best lastig deel van de stad. En Heijmans zei, laten we nou eens samenwerken. Wij willen best investeren in cultuur, als jullie ook investeren. Nou, mijn voorganger zei, dus prima, we leggen alle twee in, we hebben een mooi budget. En dan bouwen we een festival in de Kooi, dat heet Noorderliefde. En dan gaan we dat stuk van de Kooi betrekken bij de cultuur. En dat gebeurde. Heijmans kwam erachter dat ze opeens veel meer woningen ging verkopen, dat die buurt veel aantrekkelijker werd. Maar belangrijk, het eigenaarschap in die wijk werd ook gevoeld. En uiteindelijk is dat een ontzettend mooi voorbeeld geweest van samenwerking waarin kunst en cultuur echt een middel was in dat bedrijvende Heijmans om die huizenmarkt op te krikken. En ik weet dat na afloop Heijmans ook zei, dat gaan we in Delft ook doen. En dat het toen gestrand is omdat er geen cultuurmakelaar zat. Als je nu terugkijkt naar de 10 jaar dat het cultuurfonds bestaat, zie je eigenlijk dat het een unieke rol heeft gekregen. En dat het landelijk ook navolging heeft gekregen. Almere heeft nu een cultuurfonds, Zoetermeer heeft een cultuurfonds, Ede is er een begonnen. En dat is eigenlijk omdat het cultuurfonds als een soort katalysator, als een soort, nou wat ik net zei, aanjager, ontzettend veel voor elkaar kan krijgen. We hebben binnen het cultuurfonds nu iets van 600 projecten gerealiseerd. Dat hebben we gedaan door onder andere een verdubbeling van de koopfinanciering. En we zijn mede aanjager geweest van ja, toch wel mooie initiatieven, waaronder bijvoorbeeld de cultuurweken. Heel recent ook Via Leiden, wat een soort van een mooi project is voor nieuwkomers in de stad. Voor vluchtelingen, expats, om kennis te maken met de stad. En we zijn Leiden aan tafel begonnen, waarin we met de stad aan tafel gaan om erachter te komen wat Leidenaren nou precies willen. En ook daar weer hele intensieve samenwerking met onze partners. Zo meteen zal Casper daar misschien iets meer over vertellen, maar cultuurkwartier is eigenlijk vrij recent iets waar we ons hebben op gefocust. Samen met Centrum Management gaan we kijken naar een stuk gebiedsontwikkeling naast de Lammermarkt. Wij denken dat dat interessant is omdat daar eigenlijk de grootste dichtheid aan cultuurinstellingen is. En ook het weefsel tussen kennis en cultuur heel sterk is. En wij denken dat als we daar echt het leven in gaan blazen, dat dat het meest interessante cultuurkwartier van heel Europa zou kunnen worden. Maar dan moet het nog wel op water onder de brug. Daar zijn we hard mee bezig. Dit zou er zo ongeveer uit kunnen zien als je even doordroomt over het cultuurkwartier. We werken samen met Leiden Marketing en Centrum Management. Dat doen we juist omdat we daarmee voorkomen dat we langs elkaar heen werken, maar ook omdat we daarmee uiteindelijk een veel groter bereik hebben. En ook omdat we daarmee zeg maar back-office kunnen delen. Dus we trekken samen op. We hebben alle drie eigen opdracht. Dat is ook maar goed ook. Maar we komen elkaar geregeld tegen en kunnen elkaar dan goed versterken. Dit is een foto van Via Leiden. Dat was bij de Burg. Dat is 2 jaar geleden. Er stonden ongeveer 400 nationaliteiten samen om kennis te maken met de stad. Een erg mooi project. Wat gaan we de komende periode doen? Het Cultuurfonds zal blijven opereren als een kraamkamer van nieuwe ideeën. Echt een incubator. Eigenlijk tegenhanger van Plant, maar dan op cultuurgebied. We vinden het belangrijk om ook te investeren in nieuwe initiatieven. En dat wat opgericht is ook achter ons te laten. Dat hebben we groot gebracht, maar het is belangrijk om nieuwe plantjes te zaaien. En vooral ook het nieuwe stuk van de stad aan te zetten. En daarmee eigenlijk de oorspronkelijke doelstelling van het fonds nogmaals met genoeg mandaat en budget met de stad te delen. Dankjewel. Mirjam, die cultuuragenda voor 2019, die zal ook bomvol zijn en tot en nog gevuld zijn. Yes. Als ik nu nog mijn vakantie moet plannen, waar moet ik echt omheen plannen dat je zegt, ja, daar moet je bij willen zijn. Mijn vakantie, zomervakantie of herfstvakantie? En wat is er dan specifiek te doen, naast natuurlijk de Urbakkentocht en alle andere... Nou, ik zou thuis blijven voor Get Lost, cultuurkwartier, ja. In mei, 26 mei, als ik het wel heb. Van de zomer Rapenburg concert, zou ik niet willen missen als het jou was. En ja, in september staat Bol van Nacht van Ontdekkingen. Ja,
Genoeg te doen. Echt genoeg te doen. Genoeg te doen. Ik wil graag nog één keer onze directievoorzitter Erik Versnel op het podium vragen. Erik, meneer, wij lopen ook even naar het midden toe. Want Erik, volgens mij heb jij heel mooi nieuws nog. Ja, Mirjam, we hebben natuurlijk al vaker ook wel met elkaar gesproken. Maar als je dus hoort wat de doelstellingen van het cultuurfonds zijn, en ook als wat wij eigenlijk als bak willen betekenen, slaat het heel mooi aan. En ik vind het mooi om op deze avond te mogen zeggen dat wij een driejarige samenwerking gaan maken. Het Cultuurfonds Leiden en Rabobank Leiden Katwijk aan €10.000 per jaar, want wij gaan bijdragen. Dus, en wat me vooral eigenlijk aanspreekt is dat jullie ook zo naar cultureel ondernemerschap kijken. Het klinkt vaak heel erg soft. Maar cultuur kan je ook gewoon eigenlijk in investeren en geld mee verdienen. Ja. Dus vooral dat ondernemerschap, en daar wens ik je heel veel sterkte mee. En succes mee. Fantastisch, dankjewel. Cultuurfonds Leiden, dames en heren. En dan wil ik nu heel graag door, want we moeten ook op de tijd letten, naar de tweede ronde uitreiking checks. En dat is de ronde waarin cultuur en zorg centraal staan. En ik wil graag, terwijl zo meteen het filmpje start en alle logo's van de organisaties naar voren komen, de volgende organisaties op het podium hebben. Dierentehuis Stevenshagen. Drumfanfare Amigo. Gebroeders de Nobel. Stichting Happy Flower. Yes Rijnland. Scratch Muziekdagen. Stichting Historische Brandweermateriaal Hollands Midden. Stichting Houtzaagmolen De Heesterboom. Stichting Inloophuis Scarabee. Stichting Iets Blauw. Stichting Nepal Samaan. Vrouwenopvang Rosa Malens. En Stichting Hospice Xenia. We hebben een kring wat groter moeten maken, want het wordt weer druk. Ja, ik geloof dat we bijna staan, dus ik wil eigenlijk beginnen en dat is met een, eigenlijk een hele bijzondere mens. Dierentehuis Stevenshagen. Wie zijn daarvan? Ik ben heel benieuwd, wat hebben jullie gedaan? Hoe hebben jullie PR gemaakt om te zorgen dat er gestemd zou worden op jullie wens? Ja, wij zijn gewoon het asiel van Leiden, dus ja, mensen die van dieren houden. Bedrijfskleding, nou ja, t-shirts voor onze vrijwilligers. We hebben ongeveer 70 vrijwilligers. En ja, dat verslijt natuurlijk heel veel kleding. En we vinden het fijn als ze herkenbaar zijn als onze mensen. Ja. Nou, ik ben heel verheugd om te kunnen mededelen dat jullie de organisatie zijn waar het meest op is gestemd. Dus kennelijk hebben al die vrijwilligers heel veel PR gemaakt. En Priscilla, mag jullie dan ook een cheque overhandigen van €1.500? En de tweede cheque die wij vanavond gaan uitreiken in deze categorie is voor Drumfanfare Amigo. En Drumfanfare Amigo, die hebben een nieuwe metre stok nodig. En Frank Verstegen mag daar een cheque van €500 voor uitreiken. Nico. En de derde cheque die wij mogen uitreiken, dat is een cheque aan de gebroeders De Nobel. Eigenlijk waar wij vanavond ook te gast zijn. En dat is een cheque voor het realiseren van beeldschermen in de foyer voor aankondigingen, veiligheids- en dienstmeldingen. En terwijl we die cheque gaan uitreiken, dan gaan we iets aan mijn geluid doen, want ik hoor mezelf 3 keer dubbel, heb ik het idee. En jullie krijgen een cheque van maar liefst €2.460. En ja, u heeft vanavond er al een paar voor bij zien komen. Die hele mooie boeketten. En die hele mooie boeketten die zijn gemaakt door Stichting Happy Flower. Een bloemenwinkel in het centrum van Leiden, waar eigenlijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid krijgen om het vak van bloemschikken te leren. Jane, dank alvast. We hebben elkaar eerder gesproken. Jullie hebben een wens ingediend voor beter meubilair en gereedschap voor jullie medewerkers.
En ook op jullie is heel veel gestemd. En ik mag jullie blij maken met een hele mooie check aangeboden door Frank van 1710 euro. En de volgende check die wij gaan uitreiken, die is aan Jes Rijnland. En ik ben heel erg benieuwd, wie zijn er van Jes Rijnland? Wat is Jes Rijnland? Jes Rijnland staat voor Jeugd en Samenleving. En wij zijn een organisatie die inzetten voor kinderen tussen de 0 en de 18 jaar. Die een achterstand hebben in de omgeving Leiden. Dat kan zijn doordat ze de financiële mogelijkheden niet hebben om bepaalde doelen te bereiken. Of thuis geen steunend netwerk hebben. En daar springen wij in. Met verschillende programma's. Super. En jullie hadden nu wensen ingediend voor zitzakken en laptops voor in de huiswerkkamer. Klopt. En ik mag jullie een check daarvoor uitreiken van 500 euro. Ik mag een check uitreiken voor de compositieopdracht samenhangend met de musicaldag die jullie organiseren. En dat mag Frank doen voor een bedrag van 500 euro. Ja, we kunnen er bijna niet omheen, de mannen van de brandweer, denk ik. De historische het Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands Midden, denk ik, afgekort HM. Ja. Jullie zijn op zoek naar tweedehands aanhangwagen, heb ik begrepen. Ja, marktplaats bezocht. Even budget nodig waarschijnlijk. Centjes nodig. Priscilla, mag jullie een check overhandigen van 500 euro. Dus ik denk dat marktplaats druk bezocht wordt vandaag. Stichting de Houtzaagmolen, de Heesterboom. Achter me. Kijk eens aan, komt u een beetje naar voren. Ik ben bijna niet te zien, u staat bijna buiten. De molenzeilen. Die zijn aan vervanging toe, heb ik begrepen. Ja. Ja. Mooie wensen ingediend. En daar is ook opgestemd door een heleboel klanten en een heleboel leden. En ook voor jullie een cheque van 500 euro. Stichting Inloophuis Karabee. Monique, ik ben een aantal weken geleden bij jullie ook al over de vloer geweest in het inloophuis hier aan de overkant, vlakbij. En jij vertelde me eigenlijk, ja, we hebben één groot probleem. Wij moeten onze naamsbekendheid vergroten. En daar hangt ook de wens die jullie bij ons hebben ingediend mee samen. Want jullie hebben namelijk een nieuwe website. En er is heel veel gestemd op jullie. En ik mag je blij maken met een cheque van 1500 euro. En dan nog eentje in het kader van, zij doen cultuur, maar wat ze eigenlijk met de mens willen doen, zit ook heel erg op het gebied van duurzaamheid, Stichting Iets Blauw. Kijk, helemaal aan die kant. Jullie hebben al zonnepanelen op het dak. Bijna. Maar als die er dadelijk liggen, blijft er nog ruimte over. En die ruimte willen jullie eigenlijk benutten om eigenlijk het dak en ook de stad te vergroenen. Daar is geld voor nodig. En ik mag jullie feliciteren met een hele mooie cheque van 2070 euro. En de volgende cheque, we hebben er al eentje gehad vandaag, die ook uit het Fonds Buitenlandse Projecten kwam. En we hebben nog zo'n cheque. En die is voor de Stichting Nepal Samaan. Dat bent u. En jullie hebben een wens eigenlijk voor medisch onderzoek en behandeling voor de laagste Dalit-kasten in de stad Talima. Talihawa. Talihawa. In Nepal. Helder. Ik mag u daarvoor een cheque overhandigen van 2500 euro. De vrouwenopvang Rosa Manus. Ja, bekend. Vorig jaar ook gezien. Volgens mij doen jullie heel goed werk in Leiden. Werk wat wij ook graag als Rabobank ondersteunen, wat belangrijk werk is. En jullie hebben nu een wens ingediend voor matrassen, kussens, dekbed overtrekken voor de kamers van jullie cliënten. En ik mag ook jullie feliciteren met een cheque van 2500 euro. Ja. En dan de laatste wens ingediend in dit project door de Stichting Hospice Xenia. Dat bent u. Jullie hebben ook een heleboel vrijwilligers, heb ik begrepen.
En deze vrijwilligers, die proberen jullie ook via een project steeds professioneler te laten worden. En daar is geld voor nodig. En dat is de wens die jullie eigenlijk ook ingediend hebben. En ik mag ook jullie feliciteren met een cheque van 2500 euro. Ja. En dat waren de wensen in de categorie zorg. En ik wil jullie vragen, ga weer naar je plekje toe in de zaal. Zo dadelijk, als we ook de derde categorie hebben gehad, dan roep ik jullie allemaal weer naar voren. En dan gaan we een heel mooi fotomoment met die geweldige bloemen van Happy Flower maken. En ik heb ze achter zien staan, en je wil echt zo'n bos hebben. Ga weer, neem weer plaats. Zitten, wil ik heel graag naar voren vragen Casper Fase. En ik zei het al toen ik begon met de opening van deze avond. We hebben vanavond ook een kunstenaar uit Leiden aanwezig die niet alleen in Leiden heel bekend is, maar ook steeds verder naar buiten. Casper. Wereldberoemd. Ja! Casper, vertel eens, wie ben jij? Casper Fase, ik heb mijn atelier hiernaast, echt letterlijk hiernaast, dus dat is wel heel erg leuk. Ik schilder, ik fotografeer, ik maak kunst, eigenlijk kort samengevat. En nu hoorde ik in de wandelgangen, je was afgelopen keer nog in Leuven, wat heb je daar gedaan? Ja, mijn expositie opende daar, dus daar was ik afgelopen weekend en was heel erg leuk. Ja, goede galerie, mooie tentoonstellingsruimte, het is altijd heel mooi om op van die mooie witte muren je werk tentoon te stellen, dus daar vind ik het leuk om even naartoe te gaan en te kijken hoe dat eruit ziet. Ja. En wat maakt het dan zo bijzonder om ook hier in Leiden kunst te maken en dat overal, op steeds meer plekken in Leiden, maar ook buiten Leiden, in Nederland en ook buiten Nederland steeds beter aan de man te kunnen brengen ook wel? Ja, dat is wel een moeilijke vraag, omdat je natuurlijk ook dan heel erg naar jezelf moet kijken waarom je zo naar buiten ermee gaat. En in het begin is het natuurlijk gewoon om meisjes te versieren. ik denk dat het streven om op de voorkant van een magazine te komen steeds minder wordt. Het wordt steeds oprechter dat je kunst wil maken en dat je eigenlijk op de juiste manier het werk gewaardeerd wil zien. Dus ik probeer steeds duurdere muren op te zoeken. Ik ben intensief bezig om dat werk te maken en op een gegeven moment vind ik het steeds leuker. Of ik vind het heel steeds spannender om het werk te tonen, omdat ik zelf veel eisend ben. Maar ik zoek wel omgevingen op waar mensen getraind zijn om naar het werk te kijken. En gecureerde muren. Een dure muur kan mooi zijn omdat hij wit is. Maar het kan ook mooi zijn omdat daar iemand over gaat die dat programmeert, die er veel verstand van heeft. Het kan het museum zijn, de duurste muur is waar de nachtwacht hangt. Nou verwacht ik niet dat die snel plaats zal maken voor mijn werk. Maar dat is een soort ambitie om op steeds mooiere plekken je werk te laten zien. Dat vind ik heel erg leuk. Je kunt je dan afvragen, is dat dan het... toch een soort borst getrommeld, dat weet ik niet, maar ik vind het wel. Ik heb altijd nog zo'n idee van, je werkt in New York, of hoe gaaf zou dat zijn als dat allemaal... Ja. Als dat lukt. In april heb ik een expositie daar, maar dan nog moet het, dan is het zover. En dan ben je heel even, en de volgende, maar waarom is het niet daar in New York? Dus eigenlijk blijf je zo altijd jagen, het is meest, het lastigste denk ik, omdat er altijd wat te winnen blijft, totdat de nachtwacht weg is. Ja, dus eigenlijk, jij wordt ook daardoor steeds getriggerd om steeds harder te gaan werken. En daar heb je denk ik als kunstenaar ook steeds nieuwe inspiratie voor nodig. Waar haal jij inspiratie vandaan? Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, want ik wil daar hangen, dat is de omgeving. Maar er moet wel werk gemaakt worden, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En ik denk dat... Ik denk dat ik nu nog zoveel projecten te doen heb, dus ik heb nog heel veel ideeën uit te werken. Dus ik denk dat ik daar bevoorrecht mee ben, dat ik kom eigenlijk tijd tekort aan al die dingen die ik wil uitwerken. Dus nu denk ik dat nog heel lang goed kan blijven gaan, maar ik denk dat ook lastiger wordt. Je bent zelf kritisch, dus het wordt ook steeds moeilijker om jezelf te blijven verrassen. Dat is de belangrijkste drijfveer, denk ik. En wat zijn dan die bronnen waardoor jij verrast wordt? Nou ja, om mezelf te blijven, dat gebeurt als ik iets voor ogen heb. Ik werk veel in de kunstgeschiedenis, dus dan kijk ik naar, ik ben schilder, dus dan kijk ik wat hebben mensen voor mij gedaan. Ik bouw voort
op wat er geweest is. Ik werk rond traditionele onderwerpen uit de schilderkunst, het stadsgezicht, het portret, het naakt, het stilleven. En ik probeer daar een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen. En dat doe ik nu met fotografie voornamelijk en dan met schilderkunstige onderdelen. Maar als er dan een werk samenkomt, dat ik dit had ik willen doen en er komt iets wat mij verrast, dat de elementen echt samenkomen, dat is het allermooiste. Ja. Hey, nu stipte Mirjam het net al even aan en vanwege de tijd kon ze daar niet heel uitgebreid op ingaan, maar het cultuurkwartier in Leiden, wat heb jij daarmee te maken? Nou ja, ik denk dat zoals iedereen in deze zaal vindt het leuk om in Leiden wat te doen. Ik ben hier ook geboren, getogen en deels getogen. En, ja, dan is het heel fijn om te zien dat zo'n stad dat het heel mooi wordt. En ik denk dat het dan leuk is als iedereen op zijn gebied ook steeds wat laat zien. En daarom vind ik het ook leuk om hier af en toe wat te laten zien en exposities te organiseren. Waar ik niet per se altijd zelf deel van hoef te zijn, want het is natuurlijk altijd leuk om je werk te laten zien. Maar ik vind dat in dat cultuurkwartier hebben we de Marktsteeg nu hiernaast. Heb ik mijn atelier kunnen vestigen. Dus ik heb het gebouw van Fleur kunnen kopen. Nou ja, van de gemeente. Maar met als wel dat ik beneden de deur opengooi. We willen met de Marktsteeg een beetje een levendige straat creëren. Het is een van de mooiste oude industriële straatjes. En dat had de gemeente ook op het vizier. En toen ik dus van de gemeente dat pand mocht kopen met Michaël Rauwme, de voormalig cultuurmakelaar, die nu manager bijvoorbeeld van Ilja Vijver was, ik ook is. Dus hij zit veel in de literatuur. Dus we hebben dat samen kunnen kopen met de belofte dat we beneden leuke dingen gaan doen. Dat het een soort broedplek wordt, dat het een zandbak wordt. Exposities, lezingen, voorstellingen. En daar zijn we nu hard mee bezig. Dus dat is ontzettend leuk. Ja, en wij denken dan dat wij het hart van het cultuurkwartier zijn. Nu de laken allemaal niet open is en met een enorme terras en alles, verkopen wij die kopjes koffie. Maar ik denk wel dat kan lukken. Dat je gewoon een dagplek bent, dus gewoon waar mensen overdag komen. Als ze naar de Laken al zijn geweest, voordat ze naar de Schouwburg gaan, voordat ze naar het Scheldema of Nobels, Scheldema ook wat vaker open is, waar ze wel de plannen toe hebben, dan denk ik dat het gewoon een heel levendig gebied kan worden. Je kan het soort grofweg schetsen van, oké, als je aankomt op het station, in Volkenkunde, misschien Boerhaven erbij, en dan heb je een nieuw kijkhuis straks. Dus dan echt een heel mooi gebied. Gewoon de Valk, het plein, waar we eigenlijk met z'n allen willen programmeren. Dus ook de Nobel, dus we zijn nu dat Get Lost Festival aan het organiseren, hadden we vorig jaar de eerste. En fijn dat Mirjam dat nog zo aan het promoten is, maar we hadden dan kleinschalig, dus we hadden Dijkshoorn en René Oskam als literatuur en muziek. Hadden we Pulp Fiction op 16mm draaien. En dus een beetje wat bij ons past, omdat Michael het filmfestival heeft opgezet. Gewoon programmering die bij ons past. Wel een mooie expositie van Roem, wat een heel leuk jong initiatief is. En dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk, dat er gewoon jonge makers zich aangetrokken voelen tot de stad. En de behoefte hebben om hier hun werk te tonen. En ik geloof dat ontzettend veel jonge initiatieven zijn. Dus wat dat betreft gaat het ook daar best wel goed. En ik denk dat dat ook die aanjaagrol is van Mirjam, gewoon dat... Ja, het klimaat beter maken, levendig. Ja. En Marktsteeg 10, wanneer kunnen de mensen uit de zaal daar naartoe? Is het al open? Ja, we zijn een soort voorzichtig. We hebben al twee kunstroutes zijn we open geweest. En we hebben nu donderdag, vrijdag, zaterdag zijn we van 11 tot 5 zijn we open. En dan hebben we verschillende exposities. De aankomende maand zijn we nog wel een beetje aan het verbouwen. Maart willen eigenlijk in volle vaart open zijn. En het is ook wel leuk dat we dat proberen aan te haken met dat Rembrandtjaar bij de Lakenhal. Dus die hebben straks een mooie grote tentoonstelling. Ja, dan willen wij op de Marktsteeg een tentoonstelling doen rond zelfportretten. De jonge Rembrandt, wat was het belangrijkste? De zelfstudie, de zelfreflectie. Dus we gaan de hedendaagse makers vragen om een zelfportret te maken en daar dan een mooie tentoonstelling van te maken. En zo hebben we vaker met de Laken ook een keer expositie gemaakt rond het Laatste Oordeel. We hebben een keer expositie gemaakt rond de Gouden Eeuw. Vijf kunstenaars van toen, vijf kunstenaars van nu gevraagd te reageren op die onderwerpen. En er komen hele mooie dingen uit. En de Laken is dan ook weer heel erg bereid om dat mee te nemen in de communicatie. Dus ik denk dat we ook best wel vrij goede banden hebben met elkaar. Met de Laken, met de Nobel, de jongens van het Kijkhuis, van het filmfestival. Dus ik geloof dat de grondvesten gewoon heel goed zijn. Ja. En de laatste vraag. De droom voor Leiden eigenlijk van Fleur was die duurzaamste kilometer in 2025. Wat is jouw droom voor 2025 voor de stad Leiden? Ik denk dat we op deze koers doorgaan. Het zijn ook golfbewegingen. Ik denk dat je moeilijk kunt zeggen. Natuurlijk ben je in het begin aan het fantaseren over een soort Le Deux Magots van Parijs. Dat er een hotspot is waar iedereen samenkomt. Maar dat is een tijdje burgerzaken. Daarna is het een tijdje de Burgt. En dat is een tijdje de Leidse Lent. Je hebt oldschool. Er zijn zoveel leuke plekken. En ik denk dat de Marktsteeg daar weer één van wordt. En ik denk dat het zo in golfbewegingen doorgaat. En ik denk dat er straks gewoon heel rijk met de meelfabriek ook. Ik denk dat er allerlei leuke plekken. Ik denk dat Leiden ook wel klaar voor is als we dat zelfvertrouwen soort doorbouwen.
Eerst had iedereen het idee dat je naar Rotterdam, Amsterdam, Den Haag moest om leuke dingen mee te maken. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet nodig. Dus op het moment dat dus de bewoners allemaal zich realiseren dat er hier genoeg te beleven valt, denk ik dat, dat het een ontzettende rijke culturele stad weer kan worden ook. Een soort Oxford, weet je wel, een soort wetenschap en kunst hand in hand. Ik denk dat dat heel erg mooi zou zijn. Kleine droom misschien, ja. Kleine droom, maar misschien eerder werkelijkheid dan je zelf verwacht. 2015, ja, ja, wie weet. Ja, ik denk dat het harder kan gaan. Ja. Dames en heren, Casper Vaassen. En dan wil ik heel graag doorgaan met de laatste ronde van de checks van deze avond. En dat is de categorie sport. En terwijl het filmpje met de logo's instart, wil ik vragen of de volgende organisaties en de vertegenwoordigers van deze organisaties naar voren willen komen. American Football Club Lightning, Fietsmaatjes Leiden-Leidendorp, Gymsport Leiden, LLV Lycross, Leidse Reddingsbrigade, Scouting Franciscus Groep, Stichting Jeugddorp Leiden, Stichting Leiden Sportzomer, Stichting Paardrijden voor Gehandicapten en ZVL 1886 Zwemvereniging. Check, en dat is de American Football Club Lightning. Die mevrouw, kijk. En Jan van Egmond heeft een hele mooie check voor van het bedrag van €500 voor een nieuw scorebord dat jullie hebben gewenst. En dan de tweede check van vanavond, die mogen we uitreiken naar een heel mooi initiatief wat ook op steeds meer plekken in Nederland uitrolt. En dat is de Stichting Fietsmaatjes Leiden-Leidendorp. Wat is precies Stichting Fietsmaatjes Leiden-Leidendorp? Mensen die heel graag nog zouden willen fietsen, zouden willen bewegen, maar niet meer kunnen vanwege hun leeftijd of vanwege hun handicap. Zelfs als ze blind zijn, hebben we 4 mensen die blind zijn, die gewoon fietsen doen. Dus als je kunnen lopen, fietsen kan saampjes. Om die dat weer mogelijk te maken. En dan leggen we afstanden af van 30 tot 40 kilometer op een dagdeel. En ja, de wereld gaat weer, zeg maar nadruk, weer open voor een heleboel mensen die 10 jaar lang misschien gewoon thuis gekluisterd waren. En eens kunnen ze gewoon naar het strand toe, komen de fietsbanen heen, gaan ze duinen erin, gaan ze bij de bossen van Maxima. Willem-Alexander op bezoek, dat soort dingen. En dat is lol voor 2, want het is niet alleen heel leuk voor degene die dus de gast is. Maar over de buddies. Maar over de buddies. Ja. En het leuke is, je blijft zelf ook een beetje in conditie, want die fietsen die hebben wel een trap ondersteunen. Maar je kunt echt, mijn maximum wat ik zelf rij is mijn maat van 94 jaar, is 60 kilometer. En dan rij je een dagdeel en dan zijn we al waanzinnig trots daarna. En wat was de wens? De wens was, ja, je moet altijd meer vragen dan je krijgt, maar de wens was, ik weet wel de maximum was, was toch eigenlijk een halve fiets een beetje, want die fietsen die zijn prijzig, dat is duur, maar je kan niet hebben dat je met een of andere tweedehands barreltje ergens midden in de polder stilstaat en je dan weer moet zien thuis te komen met jouw gasten. Sportief zijn is leuk, maar er zijn ook grenzen aan. Vereniging Gymsport Leiden, die gaan met een demo-team meedoen aan de Wereld Gymnastrada. Spreek ik dat ook nog goed uit? Geweldig. En jullie zoeken daarvoor nieuwe kleding. Dat is denk ik niet deze mooie outfit. Dit is de gewone outfit, denk ik, waar jullie in sporten. Er is heel veel op jullie gestemd. En volgens mij gaan jullie er op die Wereld Gymnastrada ook piekfijn uitzien. Want jullie krijgen een check van €2.025. LLV Lycross. Yes. Ik weet het. Wat het is. Wat is Lycross? In 2 zinnen. 2 zinnen. Het is een soort hockey waarbij je de bal door de lucht gooit. Met rugby element voor de mannenversie. Hoe origineel is dat? Dat is de reden dat jullie ook de originaliteitsprijs hebben gewonnen. En ik mag jullie blij maken met een check van €1.000. En dan, ja, Leiden staat bekend om zijn grachten, maar we hebben ook
een Leidse reddingsbrigade, want er kan ook wel eens wat misgaan. Kijk, twee jonge heren van de Leidse reddingsbrigade en jullie vrijwillige lifeguards, die hebben een nieuwe outfit nodig. Die hebben eigenlijk wel een nieuwe outfit nodig en dat zie je een beetje aan onze kleuren, want als reddingsbrigade moeten wij eigenlijk altijd flink opvallen, dus hebben wij felgele kleuren. Maar na een paar jaar de was, dan gaan ze verkleuren, dan worden ze wat flat, zeg maar, en dan ben je niet meer goed zichtbaar. En daarvoor onze wens, een nieuwe kleding voor onze lifeguards. Ik denk dat we met een cheque van 2505 euro in moeten houden. En dan de volgende wens. Die is ingediend voor de vervanging van een keukenblok met apparatuur, tafels, stoelen, scoutinggroep Franciscus. Kijk, en mijn collega Brigitte mag jullie een cheque overhandigen van 500 euro daarvoor. Stichting Jeugddorp Leiden. Ik zie jullie al staan met een shirtje. Jullie hebben een hele mooie wens ingediend om de vakantieactiviteiten voor minima kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar te kunnen verzorgen. En ik heb ook goed nieuws voor jullie. Jullie krijgen ook daarvoor een cheque van 500 euro. En we blijven even bij Vitaliteit. Stichting Leiden Sportzomer. Kijk. Sportattributen, voetbals, stootkussen en oefenhesjes. Ik denk dat dat heel goed gaat lukken met een cheque van 500 euro. En dan heb ik nog de stichting Paardrijden voor Gehandicapten. Dat bedoel ik. En ik heb begrepen, jullie hebben nieuwe zadels nodig voor de minder valide mensen die bij jullie komen paardrijden. En ik denk dat dat heel goed moet gaan lukken, want ik mag jullie een cheque overhandigen. Dat gaat Jan doen van 5000 euro. En dan de laatste cheque van vanavond en die is voor ZVL 1886. De zwemvereniging, dan maar nu. En eigenlijk net als meerdere verenigingen vanavond een wens hadden op het gebied van, ja, toch even de vrijwilligers in een nieuw jasje steken, een nieuwe outfit, hadden jullie eigenlijk een gelijke wens, want door de fusie van de verenigingen die samengekomen zijn in ZVL, willen jullie graag nieuwe kleding voor de vrijwilligers. Er is ook heel veel op jullie gestemd en wij mogen jullie een cheque overhandigen voor een bedrag van 1635 euro. Dan was dit de laatste cheque in de categorie sport. En we gaan zo met elkaar gezellig aan de borrel. En praat voornamelijk na en vergroot ook uw netwerk. En vergeet ook vooral niet om even te luisteren naar de band die zo meteen dadelijk nog gaat spelen. Dat is de band van studentenvereniging Minerva. Maar voordat we aan de borrel beginnen wil ik graag vragen of alle organisaties en ook vertegenwoordigers van organisaties die vanavond een cheque hebben gehad, op het podium willen komen. Ik zie een fotograaf al heel hard omhoog rennen, want dan gaan we met elkaar een hele mooie foto maken. Dus kom allemaal naar het podium als je een cheque hebt. Bloemen ook omhoog van Stichting Happy Flower, want echt de dames van Jane, het ziet er geweldig uit. Even snel de bloemen jongens. Ook een beetje, ja, nou mooi ook, ja. Nou maar even ook, dan gaan we het goed doen. Ja, de bloemen, ja. Hier nog. Kijk, mooi, kijk. Kijk, geweldig, geweldig, geweldig. Ik ga ook een plekje hier de zijkant zoeken. En dan denk ik dat het nu tijd wordt voor het officiële fotomoment. Trudy, we gaan aftellen. Dames en heren, de fotografen staan boven. We gaan aftellen. 5. 4, 3, 2, 1, 2! Heel goed gezien!
plezier met jullie. Zeg dat het mooie werk wat jullie in Leiden doen. En ga vooral zo door.